welkom bij restaurant Niffen, hier zo in Rijswijk. Namens Van Gelder, groente en fruit gaan we vandaag weer een filmpje voor u maken. Bruin brood met runde tataar, radijzenachtige, rode biet en kwartel-ei. Lekker pittig in dit gerecht met runde tataar. Aangemaakt met wat olijfolie, eigeel, wat tabasco en een klein beetje mayonaise, peper en zout. Nou, we beginnen met de runde tataar. Keurig netjes gespoten op het bruine brood, uitgestoken, midden in een klein gaatje overgelaten. En we hebben hier een mooi gepocheerd kwartel-eitje. Dat doen we in het midden. En dan hebben we de radijzen waar we het over hadden. Bijvoorbeeld een witte radijs, een mooie rode radijs, een rauwe radijs hebben we hier. Maar ook een bietje, chogia-biet, paarse radijs. En die gaan we dresseren. Lekker gemarineerd ook. Wat olijfolie, soesjeazijn, peper en zout. Dan hebben we hier een heel lekker kres. Ook lekker pittig. En zoals een andere radijsachtige. Afgeneren met wat eetbare bloemetjes. Zo leuk om te gebruiken. Dan hebben we hier een mooi klein gerechtje. Bruin brood. Smeuïge runde tataar, lekker kwartel-eitje in het midden als die dadelijk open gaat, dat dat eidooiertje mooi uitloopt. En radijsachtige. Eet smakelijk.